Het aantal windmolens op zee stijgt in hoog tempo van honderden naar duizenden. Maar hoe worden deze allemaal onderhouden? In deze vlog ga ik langs bij Fieldlab Zephyros om dat uit te zoeken. Zegt het eigenlijk al, jullie zijn hier een soort testlab, maar wat testen jullie hier precies? Ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Wij zijn een soort testlab, maar we doen meer dan alleen maar testen. Want we stellen bedrijven in de gelegenheid om hier te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Dus je kan hier eigenlijk het hele proces, kan hier gefaciliteerd worden op deze plek. Dus wat wij hier doen, dat is wij richten ons op het terugdringen van het aantal mensen wat offshore moet om onderhoud aan windmolens uit te voeren. Met de personeelskrapte die er nu al is, en de opschaling in offshore wind die eraan zit te komen, zijn wij ervan overtuigd dat we ervoor moeten zorgen dat die windparken zichzelf gaan onderhouden. En daar hebben we digitalisering en robotisering voor nodig. En ik zie daar ook nog wel iets heel leuks zo, maar mogen we even naar binnen? Ja, natuurlijk. Dat is onze trots. Dat is onze indoor nacel om te leren en te innoveren. En we kunnen erin gaan, nou, we moeten wel even een helm op. Met welke bedrijven werken jullie allemaal samen? Nou, eigenlijk werken we met de hele keten samen. En dat betekent dat we natuurlijk met het bedrijfsleven samenwerken. Dat zijn zowel de grote bedrijven die zich bezighouden in deze sector, maar ook het MKB, waar de slimme technische oplossingen vandaan moeten komen. Daarnaast werken we samen met kennisinstellingen, denk aan TNO. En tot slot natuurlijk met het onderwijs, want dat vinden we heel belangrijk, dat we het onderwijs betrekken bij die innovatieprojecten. En waarom vinden jullie dat zo belangrijk? Nou, uiteindelijk moet nu de monteur van de toekomst opgeleid worden. En die monteur van de toekomst moeten we ook opleiden met de technologie van de toekomst. Dus die moet meegaan in die innovatieprojecten. We zijn nu naar buiten verplaatst, maar waar zijn we nu? Ja, nou, we zijn op het achterterrein van ons Living Lab. En daar zijn we op het moment aan het testen met het watersnijden van een oud turbineblad. TNO die wil daar een proef mee doen. En we hebben hier een watersnijmachine staan. En dan kan een oud turbineblad in stukken gesneden worden daarmee. Op een milieuvriendelijke manier. Zijn er nog andere uitdagingen waar de sector mee te maken krijgt? Nou, eigenlijk de grootste uitdaging voor de toekomst in de sector is zorgen dat al die windturbines op zee straks ook energie opwekken als het waait. Dus we kunnen ons eigenlijk niet permitteren dat er nog windturbines stilstaan. En om dat te bereiken hebben we smart maintenance nodig. En dat is natuurlijk waar wij ons elke dag mee bezig houden. Ja, wat betekent dit voor het Fieldlab Zephyros? Nou, voor Zephyros betekent dat dat er heel veel nieuwe vraagstukken zijn om uiteindelijk naar die zeg maar zichzelf onderhoudende windparken te komen. En daar moeten we nieuwe projecten voor hebben, nieuwe ontwikkelingen doormaken, nieuwe innovaties testen en demonstreren. Dus genoeg werk te doen dus? Heel veel werk te doen. Je hoort misschien al achter mij, ze zijn druk bezig met testen en ik snap nu hoe belangrijk het is. Wil jij meer weten over de automatisering en robotisering in de offshore windsector? Check dan de website.